Oké, direct al een vervolgvideo voor mijn ervaring met Maze Mobility Center, dus het inbouwen van de zetels achteraan. Ik heb eigenlijk van zodra ik de beslissing gemaakt heb om met hen verder te werken, heb ik hen gecontacteerd. Ik wist dat het geen zin had om, dus ik heb hen meteen ook, ik had al een aantal berichten op mail gehad, de offertes had ik via mail ontvangen, maar dus de vragen die ik daarop verstuurd had en ook rechtstreeks contacten via Maze Mobility Center, via mail, die kregen zelden of soms heel laat een antwoord. Maar eigenlijk, van zodra dat ik toch beslist had, ondanks slechte reviews, om met hen in zee te gaan, heb ik een telefoonisch gecontacteerd. Als je die mensen opbelt, krijg je altijd een vriendelijke dame aan de lijn. En die kijkt dan of dat is Hervezen, denk ik, de uitbater zeker, of de eigenaar van het bedrijf. Zij kijkt dan meteen of dat ze hem kan bereiken en als dat mogelijk is, dan geeft ze hem door. Dus ook nu, ik neem contact op met Maze Mobility Center om te laten weten dat ik akkoord ga. En eigenlijk was mijn bedoeling om meteen ook een afspraak te maken voor het binnenbrengen van de camionet om die ombouw te laten uitvoeren. En ik kreeg Hervé aan de lijn en er werd mij gezegd, ja oké. Opvallend, hij sprak van ja, offerten, oké, goed, dus dan gaan we kijken voor die twee zetels. Dus er was oorspronkelijk was er een offerte gemaakt voor twee zitplaatsen en die heb ik laten corrigeren naar drie zitplaatsen. Dus daar was het even spannend in die zin dat ik Hervé als directeur moest opwijzen dat ik geen twee, maar drie zetels wil. Dus ik hoop dat als we verder gaan en dat dat project evolueert, dat we ook effectief drie zetels besteld hebben en geen twee zetels. We zullen zien. Want voorlopig zijn de zetels nog altijd in bestelling. Dus ik heb hem gecontacteerd en zijn antwoord was ja, oké, het heeft geen zin om direct een afspraak te maken. We zullen eerst de zetels bestellen en als we de zetels hebben, dan kunnen we de kabinet binnenbrengen en dan kan ik die op een week de lijmvloeren en de zetels ook plaatsen. Dan breng je die de maandag binnen en de vrijdag haal je die terug op en dan is alles uitgevoerd en dan hoef je enkel nog deel van de ombouw af te werken en dan kom je terug voor de papieren voor de omkeuring en dergelijke meer. Dus dat leek mij een interessant voorstel. Dan moest ik mijn camper maar een week missen, dus ik dacht we gaan daarmee akkoord. En hij wist ook direct te vertellen, ja, als je mij nog snel een foto bezorgt van uw huidige zetels, dus van deze zitplaatsen, dan heb ik een idee van de stof, van de type stof. En dan kan ik de nieuwe zetels van het Schnirle-merk, is dat denk ik, een Duits merk. Dan kan ik de nieuwe zetels bestellen direct in de juiste stof, in een matchende stof. Ook voor mij in orde. En hij zei ja, dat was op een maandag dat ik belde, omdat ik eigenlijk van plan was om zo snel mogelijk een afspraak te maken. En hij zei ook meteen van ja, als het goed is, heb ik die zetels tegen het einde van de week en dan bel ik u wel terug om een afspraak te maken. Dus zo gezegd, zo gedaan. S'avonds heb ik dan, als ik thuis was, een foto gemaakt van deze zetels en per mail doorgestuurd. En dan de volgende dag, dus de dinsdag, heb ik direct weer telefonisch contact opgenomen om te vragen of dat hij die foto's goed ontvangen had. Omdat ik wist dat ik niet op een digitaal antwoord moest rekenen. Opnieuw een vrouw aan de lijn. Dit keer kon ze Hervé zelf, de eigenaar, niet... Of hij was in gesprek met klanten, zei ze, dus ze kon hem niet direct aan de lijn geven. Maar ze liet me wel, verstaan dat alles goed ontvangen was en dat alles in orde was voor het plaatsen van de bestelling. Oké, ondertussen zijn we twee weken verder. En ik heb hun opnieuw gecontacteerd, want ik had nog niets gehoord nu in hun voordeel. We zijn twee weken verder, maar het zijn wel twee korte werkweken geweest door een aantal feestdagen hier in België. Dus goed, dat als die zetels er nog niet zijn, kan ik perfect begrijpen, omwille van die korte werkweken. En ik verwacht ook niet dat die er al zouden zijn. Maar goed, ik heb hen dan meteen gecontacteerd met de vraag of dat ze al nieuws hadden rond die zetels. En ze kon opnieuw, dus opnieuw een dame aan de lijn, en ze kon opnieuw Hervé zelf niet bereiken. Of die was... Ja, ik weet niet wat het probleem op dat moment was. En ze liet mij weten dat de zetels nog niet ontvangen waren, maar dat ze wel besteld waren. En dat het blijkbaar 3 tot 4 weken kon duren. Dus opnieuw alarmbel. Oorspronkelijk was er mij gezegd dat dat op een week
wat besteld kon worden. Nu was het al 3 tot 4 weken levertijd. Nu, op zich nog altijd geen groot probleem. Ik heb tijd. En zolang ik niks teken of betaal, is die tijd mij ook niet zo kostbaar. Of heb ik ook geen schrik om iets verkeerd te doen? Ik zal het zo formuleren. Nu zijn we ondertussen wel 2 weken verder natuurlijk, zonder resultaat. En als ze zeggen dat de bestelling 3 tot 4 weken in beslag kan nemen, dan zijn daar nu al, laten we zeggen, dat we een leveringstermijn van 4 weken hanteren. Het slechtste geval, worst case scenario, dan zijn daar nu al 2 weken van gepasseerd. Dat betekent dat ik hen eigenlijk over 2 weken opnieuw zal contacteren om te zien of dat er al iets ontvangen is van zetels. En hopelijk heb ik dan beter nieuws. En hebben ze wel de zetels ontvangen en kunnen we verder gaan met het inbouwen van de rails en de zetels. Dus ik hou jullie verder op de hoogte. Bedankt voor het luisteren en het kijken en tot de volgende.